Oh jee, wat gebeurt er als ik daar doorheen ga? Is het dan goed? Oh, wow, ook dit is vet. Hallo iedereen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Roblox. Ik ben dus aan het zoeken naar bepaalde servers en ik zie dus hier eentje, bouw een boot voor goud. En ik ben dan natuurlijk weer hartstikke nieuwsgierig, waar gaat dit over? Daar kom ik dus snel genoeg achter. Inleiding. Je kunt onderdelen alleen op het lichtgroene gras plaatsen. Gebruik je bouwgereedschap om onderdelen te plaatsen en een koele boot te maken. Gebruik je verwijderingsgereedschap om alle ongewilde onderdelen te verwijderen. Je doel is om zo ver mogelijk te varen, of zelfs het einde te bereiken. Vaar uit door op de lanceerknop te klikken. Als je in een team zit, heb je misschien meerdere stemmen nodig om te lanceren. Krijg goud aan het eind van elke reis. Hoe verder je komt, hoe meer goud je krijgt. Nou, op zich klinkt dat wel logisch. Ik ben benieuwd of we echt een piraatje kunnen worden vandaag. Nou, we beginnen hier zo in een mooi bos. En waarschijnlijk zit ik met andere mensen in de server. Alleen, ik zie die nog niet. Dus ik weet niet of die al bezig zijn met een bootje. We gaan eens even kijken. Menu. Je moet eerst iets bouwen voordat je kunt varen. Nee, dat snap ik. We klikken op deze. En moeten we dan serieus een boot zelf in elkaar gaan zetten? Oké, je kan echt gewoon alles doen wat je wilt. Maar, oké, we hebben dus een ondergrondje nodig. Oh, ik heb niks meer. Nee, dit meen je niet. Wordt dit mijn boot? Wacht, dan gaan we even wat verwijderen, anders komt het niet goed. Wacht even. Oké, ik denk dat we hem gaan testen. Laten we varen. We gaan het proberen. Oké, daar komt hij. Oh, ik hou mijn hart vast. Oh, dit gaat nog... Nou, dit gaat nog redelijk goed. Moet hem zelf besturen. Dat is cool. Hey, hallo. Hoe vind je mijn bootje? Oh. Wat gebeurt er, jongens? Wat gebeurt er allemaal? Ik weet niet wat er gebeurt, maar... Oh. Meneer, mijn bootje ligt daar. Ik weet niet... Ik weet niet of wat we eraan kunnen doen. Ja, dit gaat goed komen. Ik voel het sowieso. Dit is een heel goed bootje. Wacht, we moeten even goed besturen. Alleen, ik zou niet weten hoe ik weer op het water kom. Dat wordt even een issue. Hij stuurt er alle kanten op nu. En... Yes! Maar waar is de vlag dan? Waar is de finish? Ik denk... Ik hoop dat we die kant op moeten. En ja, het is een beetje vreemd hoe dit eruit ziet. Maar we komen wel ietsje verder. Oh jee, wat gebeurt er als ik daar doorheen ga? Is het dan goed? Wow, ook dit is vet. Allemaal tandwielen. Ja, een beetje vreemd hoe ik er nu echt, zeg maar, doorheen gaat. Maar op zich lukt dit wel. Het is echt typisch ik weer. Het is echt typisch ik. We komen in een soort jungle. Dat is ook mooi. Oh, ik heb schade, Oh nee. Maar waar is mijn poppetje? Wow, we hebben wat geld gekregen daarvoor. En dat gaan we opeisen. Waarschijnlijk kan ik met dat goud nieuwe onderdelen kopen... En een betere boot maken. Dat is juist de bedoeling. Hoe kopen we onderdelen? Want dit kost al 50. Dat is best veel. En die blokjes kan ik kopen voor Robux. Nou, dat ben ik ook niet echt van plan. We gaan het maar even opnieuw proberen. Let op. Wat zijn dit nou weer voor dingen? Oké, ik kan dus twee van die zijkanten eraan maken. Ik weet maar niet wat het zijn ook gewoon. Ik weet het echt niet. Komt deze eraan vast? Die zetten we dan daar. En de stoel moet er ook nog bij. Ja, dit is hem. Dit wordt hem sowieso. Oké, daar gaan we dan. Hé, dit gaat toch best wel lekker. Nou ja, het gaat niet super lekker, maar het werkt wel ongeveer. Als ik naar voren ga, dan wil hij een beetje naar rechts gaan. En als ik dan naar links stuur, dan gaat hij te veel naar links. Dus het is een beetje een wiebelbootje. Ja, het is heel belangrijk dat we nu gewoon verder komen dan normaal. En als we verder komen, dan krijgen we ook meer gold. En daarmee kan ik dus mijn boot gaan upgraden. Ja, en hoe verder we komen, hoe meer geld we krijgen. Maar we gaan sowieso verder komen dan eerst. Dat voel ik gewoon. Oh ja. Nee! Oh, wat stom. Weer in die jungle. Oh, er komen ook zoveel hindernissen. Oké, even de logica. Hoe smaller mijn bootje is, hoe minder snel ik kan botsen tegen iets aan. Dat is natuurlijk wel heel slim bedacht. Dat gaan we doen. We gaan hem smaller maken. En niet van die achterlijke zijkanten erop. Gewoon lekker simpel. Kijk, zoals ik hem hier heb gebouwd, prima. Niks meer aan doen. Oh, dit werkt lekker. Dit werkt serieus gewoon recht naar voren. Geen probleem. Naar links, geen probleem. Naar rechts, geen probleem. Gewoon, dit gaat goed. En dan moet ik vooral uitkijken dat ik nergens tegenaan kom. Oh, oké, dit wordt wel een beetje spannend. Heel voorzichtig. Gaan we daar tussendoor. Oh, kijk uit. Er staat een beetje stroming. Oké, in de hoop van zegen... Dat ik niet... Oké, dit gaat goed. Ik wist niet dat Roblox zo spannend kon zijn. Echt waar, dat is oprecht zo. Oké, we gaan nu naar een nieuw tijdperk. Hé, dat is grappig. Het is gewoon een muzikaal iets. Oh,
Kijk uit, mijn boot gaat kapot. Oh, ik moet heel erg uitkijken voor dingen. Oh, nee. Oh, dit is moeilijk. Oeh, ik word gesaboteerd door de noten. Nee. Oh my god. Ik dacht, het is hartstikke makkelijk. Maar dit is moeilijk. Kan ik al wat spulletjes kopen in de winkel? Het enige wat ik kan kopen is voor nu dit. Een bord. Hier kun je op schrijven. Nou, dat gaat niet werken, denk ik. Dit daarentegen. Koop 5 ballonblokken. Misschien is dit wel handig. Zal ik dat proberen? Wat ik net had gebouwd was oprecht niet slecht. Oké, dit ding. Zal ik hem voor me doen of zal ik hem achter me doen? Of daarop? Oh, kijk, je kan hem erop doen. En ik weet ook niet wat dit betekent. Ik weet ook niet wat het is. We doen hier die ballonnetjes aan de zijkant. Zo. En dan hopen. Kan ik deze ook de bovenkant doen? Oh ja, ik zie zo'n streep. Ik weet niet wat het is. Nou ja, goed, we gaan het proberen. Wat? Nou, dit werkt fantastisch. 10 out of 10. Mijn boot gaat serieus daar nog. Ik weet niet wat er is gebeurd, maar... Oké, blijkbaar geen toeters en bellen eraan vastmaken. Misschien kwam het wel door de ballonnen. Dat gaan we nu even testen. Vaar. Oké, dit gaat wel goed, denk ik. Ik weet niet hoe we de ballonnen kunnen activeren, maar ik kan er met mijn hand op klikken. Er gebeurt niks. Oh! Wow! Ook dit is cool. Oh, nee, dit gaat niet goed. Oké, ik vlieg. Wacht, dit gaat niet goed. Oké, geen ballonnen. Dat is niet handig. Ballonnen sowieso niet gebruiken. Kan ik ze nog kapot maken? Oh. Wat is dit nou weer? Oké, ja, dit gebeurt er dus met ballonnen als je dat aan je boot vastmaakt. Dit is fantastisch. Dit werkt supergoed. Ja hoor. Nou, ik ga maar in het water, want dit wordt hem niet. Boot maken gaat fout. Deel 85. Maar we geven niet op. Met gewoon simpel kan je heel veel dingen doen. Dus ik ga hem gewoon op deze manier lanceren. En oh! Oké, dat ging in het begin niet goed, maar we zijn onderweg. En als ik daar genoeg geld heb, kan ik 2 motoren kopen. Maar dat kost me dus 450 gold. Dat is behoorlijk wat. Dan ben je wel wat stabieler, want dan kan ik er 2 naast elkaar zetten. Dan ben ik misschien ook sneller. Mijn probleem is, ik moet nu zo ver mogelijk komen. Dat is wel een dingetje wat zeker is. Oké, voorzichtig. Oké, focus Vincent, focus. Oké, concentratie Vincent. We moeten gewoon tot het eind. Sowieso. Nu komt die vreselijke scène met die muzieknootjes. Oh, dit is al zo vreselijk. Ja, oké, ga door. Oké, maakt niet uit. Doorgaan. Één rechte lijn. Maakt niet uit. Doorgaan. Oh. Muzieknootjes, kan ik daar tussendoor? Oh, nee. Wat doet die? We zijn verder. Nee. Oh. Ik was tot het einde. Oké, ik moet je toegeven, een boot maken is moeilijker dan ik dacht. Ik had er vertrouwen in, dit gaat gewoon werken. Dit gaat met volle concentratie, gaat dit gewoon lukken. Ik heb een beetje gefaald. Dit was de video, half ASMR, Roblox. Tot volgende week. Want dan gaan we weer verder met een nieuwe aflevering van Roblox. Vergeet ook niet te abonneren natuurlijk en op het belletje te klikken.